Hekkensluiter Nijmegen krijgt de nummer 6 op bezoek. Oranje-rood. Nijmegen 0 punten nog uit 4 wedstrijden. Oranje-rood 5 punten en dus op plek 6. Hier is het Reijnga die de bal afpakt. Doorgeeft aan Stokbroeks. En daar komt Diederen voor het eerst in actie. Oranje-rood sterker. Logisch ook als je naar de ranglijst kijkt en naar de ervaring in de hoofdklasse. Eerste kwart is het hier Reijnga. Met een goede actie. Uiteindelijk komt die bal bij Lenen. En is het gevaar geweken. Althans voor even. Want Oranje-rood zat er fel op. Zette veel druk en veroverde veel ballen. Zo ook hier met Galema. Dan kan Schouten richting de cirkel. Wordt hij nog geblokt. Maar via de B komt de bal bij Van Aert. En die maakt de eerste goal van de middag. Van Aert met zijn tweede van de competitie. Scoorde ook al tegen Kampong vorige week. Die overigens knap werd gewonnen door Oranje-rood. De ploeg van Omar Slinkman heeft het weer aardig op de rit. Na die openingswedstrijd tegen Amsterdam waar het zo hard eraf ging. Niet veel daarna deze poging voordeel gegeven. Backhand van de Slover. Maar Diederen brengt prima redding. Op dat schot van Arthur de Slover. Kwart 2, Nijmegen probeerde het wel hoor. En hockeyde ook bij vlagen goed. Hier is een actie van Gosselink. Bij Bams komt daar voorbij. Dan is het meegeven aan Jannes. Die ziet Wetten. En dan deze bal is perfect op maat bij David Blom. En zo is die statistiek met Tijn Stuyve als enige doelpunt te maken in de hoofdklasse ook weggepoetst. Want David Blom, spits en cornerkanon van Nijmegen, zet Nijmegen naast Oranje-rood. En dat allemaal nog in de eerste helft. Vlak daarna is het Van Aert wederom. Hier nu met de backhand en Diederen. Maar die redt prima. Nijmegen dus bij rust op 1-1. En hoopt op resultaat. In Nijmegen is het altijd druk. Veel fans natuurlijk ook omdat het nieuw is in de hoofdklasse. Geweldig voor zo'n club als Nijmegen die dus veel supporters meebrengt. Hier in de tweede helft Galema, maar weer Diederen die uitstekend staat te keepen. Heeft een verleden bij Oranje-Zwart. Inmiddels is dat natuurlijk Oranje-Rood geworden. Maar kent de club uit Eindhoven dus heel goed. Nijmegen komt er af en toe ook uit. Al is dit wel slordig balverlies van Luca Brown. En daar kan Oranje-Rood van profiteren. Is het hier de Slover. Die ziet Van Aert. En die had al gescoord en doet dit heel handig. Blijft rustig in de cirkel. Passeert Diederen. En dat foutje van Brown wordt dus gelijk afgestraft. En zo komt hij op zijn derde van deze competitie. Koeltjes afgemaakt door Van Aert. 2-1 Oranje-Rood. Vlak voor het eind van kwart 3. Is het hier Oranje-Rood weer diep op de helft van Nijmegen, zoals zoveel vanmiddag. Een goede actie van Klapes. Komt uiteindelijk bij Galema. Maar die jankt de bal hard over. En dus heeft Nijmegen 1/4 nog om er alles aan te doen. Om in ieder geval een resultaat te halen. Dan is het hier Stokbroeks. Van Aert en dan deze bal. Stokbroeks, maar wat een redding van Diederen. Goeie actie van Stokbroeks, maar Diederen redt heel erg knap. Staat in de weg voor de Belg. Dan Nijmegen hier met Van der Venne, ook een verleden bij Oranje-Rood. Tipt hem met 3 minuten te spelen op de paal. Jim van der Venne koos toen voor om lager te gaan spelen bij Nijmegen, maar promoveerde dus. En deze Jim van der Venne hier aan de bal was dus dichtbij om zijn oude ploeg pijn te doen. Gosselink wordt nu van de bal gelopen door Galema. Die zit Stokbroeks. Die doet dit handig hoor. En zo maakt hij nog even de derde voor Oranje-Rood. En is de angel er wel uit. Maar schitterende aanname hier. Goed te zien van Stokbroeks. En die verschalkt Diederen. Oranje-Rood had het lastig met Nijmegen. Maar gaat dus wel winnen met 3-1.